Welkom, in dit filmpje maken we de klassieker der klassiekers in pastagerechten. Bijzonder gemakkelijk, bijzonder snel, een pasta carbonara. Voor dit gerecht gaan we beginnen met de pasta te koken. Ik heb reeds een pot opgezet met kokend water. We gaan daar zout aan toevoegen. En uiteraard de pasta. Wanneer je spaghetti kookt, probeer je die ook onmiddellijk altijd wat los te maken. Eigenlijk moet je bij alle pasta's, vanaf dat ze aan de kook worden gebracht, ze even omroeren, zodanig dat het zetmeel dat rond de pasta zit er niet voor zorgt dat alles aaneen begint te plakken. Als volgende stap gaan we onze spekjes aanbakken. We doen een heel klein beetje olijfolie en een heel klein beetje boter in de pan. Zo, als de spekjes mooi kleur hebben gekregen, storten we die uit van bord met wat papier op, zodanig dat het overtollige vet weg kan. En nu maken we de rest van onze bereiding af. Onze 4 eitjes kloppen we los in een kom. We voegen daaraan de gemalen parmezaan toe. Goed wat gemalen peper. Dit geheel opnieuw omroeren. En vanaf nu gaat dit recept bijzonder snel. Vanaf het moment dat we de pasta afgieten, moeten we de ingrediënten zeer snel samenvoegen en op een bord leggen. Oké, de pasta is klaar. We gaan die nu afgieten. Zo, nu voegen we alle ingrediënten samen. De eitjes met de parmezaan, spekblokjes. Alles mooi roeren. En onze pasta carbonara is klaar. Zoals ik had gezegd, heel snel, heel simpel, maar een super klassieker.